misschien moet ik een keer sporten. Ik zit echt al wekenlang naar dit programma te kijken. Moet je nou kijken? Oh, echt waar, word ik nou weer gesport hier? Op mijn vrije dag. Echt waar, wie staat er voor de deur? Wacht eens even, wie is dit? Hallo meneer, Hallo, wie bent u nou weer? Ja, dat doet er niet toe. Ik heb een opdracht voor jou. Een opdracht voor mij? Meneer, ik luister niet zomaar naar een vreemde oude man, oké? Die aan mijn deur komt. Wat moet u nou kijk, weer? Kom mensen kopen. Kijk eens wat ik in mijn handen hou. Een zak met Robux? Hoe komt u daar? Lijkt je dat interessant? Dat lijkt me zeker wel interessant. Oké, goed, luister naar mij, oké? Je moet een boek voor mij terugbrengen. Een boek voor jou terugbrengen? Ja, die ben ik kwijtgeraakt. En als je die terughaalt voor mij, dan krijg je 100.000 Robux. Wacht even, oud meneertje. U bent een boek kwijtgeraakt. En als ik die terug weet te vinden en jou terugbreng, dan krijg ik 100.000 Robux. Inderdaad. En dat voor een simpel boek? Die boek ligt in de bibliotheek, ergens hoog in de boeken, oké? Wacht even, meneer. Het boek ligt in de bibliotheek, ergens hoog in de boeken. Bent u een leesboek kwijtgeraakt en daarvoor wilt u 100.000 Robux geven? Kereltje. Het is niet zomaar een leesboek, hoor. En als je die leesboek hebt gevonden, dan moet je die brengen naar de begraafplaats. Naar de Broek heeft een begraafplaats? Wat is dat nou weer voor plek om af te spreken om een boek te geven? Nou, doe het maar gewoon, oké? Is goed, meneer. Weet u zeker dat het geld de Robux echt is? Nou, kijk zelf maar. U ziet het in mijn hand. Mag ik het aanraken? Nee, dat mag niet. Pas als je het boek terugbrengt, oké? Oké, ik ga meteen naar de bibliotheek om het boek te halen. Hoe ziet u eruit, meneer? Welke kleur? Rood. Een rood boek. Oké, dat komt goed, meneer. Ik ga erheen, dat is alle informatie die u nodig heeft, oké? Ja, is goed. Ik zie u bij de... Oké, veel succes. Oké, dank u, meneer. Dit was heel erg raar. Een oude meneer die zegt dat ik een boek moet halen bij de bibliotheek in Broekhaven. Een rood boek. En hij zou als enigste hint ergens bovenop. Je moet hoger opklimmen. Geen idee wat hij daarmee bedoelt. Maar laten we maar naar de bibliotheek gaan. Ik hoop alleen dat ik niet mijn vrienden tegenkom. Sam, Zoe, Anna of Tommy. Ik zit namelijk op de fiets van mijn zusje. Nou ja, als het goed is moet de bibliotheek hier ergens om de hoek zijn. En kijk eens aan. Librari en Boos. Volgens mij is dat de bibliotheek. Ik ben niet zo goed in Engels, oké? Maar dit moet de bibliotheek zijn. Hallo, meneer? Hallo. Heb jij nou weer je boek vergeten in te leveren? Mijn boek vergeten? Meneer, ik ben hier nog nooit geweest. Ik ben helemaal geen boek vergeten in te leveren. Hoezo? Nou, er zijn heel veel mensen boeken vergeten in te leveren. Dat is 10 cent boete, hè? 10 cent boete? Ik heb helemaal geen boek, meneer. Ik kom hier een boek halen, oké? Ja, nou, vergeet hem dan op tijd in te leveren, hè? Ik zal het boek op tijd inleveren, meneer. Dit is toch de bibliotheek in Broek even? Dat klopt. Oké, weet u toevallig waar hier ergens een rood boek ligt? Ik ben op zoek naar een rood boek voor een oude meneer. Hij is namelijk zijn boek verloren. Er zijn overal rode boeken. Ik weet niet welke boek je bedoelt, hoor. Nu je dat zo zegt, het is best wel heel wat boeken hier. Ik zei een rood boek, maar deze is rood. Deze daarboven is ook rood. Daar zijn allemaal rode boeken. Meneer, hij zei iets met je moet hogerop klimmen in de boeken. Weet u dan over welk boek, rood boek hij het heeft? Ja, dat zei hij. Nee, kijk, je zet toch ook allemaal rode boeken hier omhoog? Oké. Wacht, misschien ligt hij op de plank daar zo. Kijk, ik zie daar... Daar mag je niet op springen, jij. Sorry, meneer. Niet zo boos doen, oké? Jawel, je mag niet op de boekenkasten springen. Anders vallen ze er allemaal uit. Meneer, had u al gezien dat er net allemaal boeken door de lucht heen vlogen? Boeken door de lucht? Ja, naar buiten. Dat kan helemaal niet. Jawel, we lagen zelfs boeken in het zwembad daar in Dan moet ik even bekijken. Oh, wat een nerd is dat, zeg. Maar ik zag het boek al liggen. Volgens mij hier... Hierboven. Wow, wat is dit voor een raar boek? Nou ja, het lijkt op een rood boek. Zullen we die... Is dat geluid? Dit is het rode boek. En wat het boek is, dat is niks qua wat met mijn zaken te maken heeft. Ik moest volgens mij met dit boek naar de begraafplaats. Laten we daarheen gaan. Kijk eens aan de Broekhaven Cemetery. Oftewel begraafplaats. En ik heb hier het rode boek. Waar is die meneer? Hallo, oude opa? Hallo? Ik heb het rode boek hier waar u op vroeg uw leesboek. Lijkt hij echt wel muisstil, dus hier helemaal niemand. Opa, bent u overleden? Nee, hij ligt hier ook niet in het graf. Dat zou ook een beetje raar zijn. Nou ja, laten we maar wachten op die opa. Hij zou hier iets moeten zijn, jongens. Ja, dat denk ik ook, ja. Even kijken. Oh, ik zie daar iemand liggen. Oh, ja. Ja, ik ook. Even kijken. Hey, wakker worden jij. Wakker worden, oké? Wakker worden. Opa, ben jij dat voor dat boek? Hij heeft het boek, jongens. Ik heb geen boek. Ik heb geen boek. Geef niet het boek aan ons. Anders trek ik mijn wapen erbij, oké? Ja, rustig. Welk boek? Waar ben je het over? Ja, dat hele rode boek.
potje in je hand hield. Ja. Ik had geen boek in mijn hand. Dat was een zakdoekje. Ja, zeker wel. Ik zag het. Jullie zijn niet die opa waarmee ik had afgesproken bij de begraafplaats. Wie zijn jullie? Wij zijn geheime agenten. Geheime agenten? Daar heb ik nog nooit van gehoord. Kunnen die wapens alsjeblieft weg? Ja, alleen als je het boek aan ons geeft, oké? Okay? Ik heb geen boek. Ik heb geen boek. Ik geloof er helemaal niks van. Ja, nee, ik geloof er ook niks van. Maar neem hem mee, hoor. Achter in de bus. Nee. Ik ga er vandoor. Kom met ons mee, oké? Ik ga er vandoor. Misschien hier zo? Even kijken. Dat denk ik ook. Zijn hier ergens? Ik denk het niet hoor. Lijkt me niet hoor. Oh, wie zag ik daar? Ik zag iemand hier springen. Ik zie voetjes. Ja, jij hier. Meekomen. Hier naar beneden. Ik ben ze kwijt. Waar is hij nou weer heen gelopen? Oh, hij is zo snel ook, hè? Oh, waar is hij nou? Inderdaad. Oh, jongens, volgens mij is hij terug naar de begraafplaats. Kom. Oh, ze gaan er vandoor. Wie zijn dat allemaal? Laten we deze kant op gaan. Op naar mijn huis. Oh, nee. Geheime agenten die achter het rode boek aanzetten. Wat is er zo speciaal in het rare boek? Daarom is hij zoveel geld waard. Ik moet hem zo snel mogelijk verstoppen in mijn huis. Jongens, volgens mij is dit zijn huis. Ja, ik denk het ook. Ja, dat lijkt het wel. Ja. Even kijken. Lichter. Nu zo. Okay, ik zie hem, ik zie hem, jongen. Hij woont hier inderdaad. Oh nee, dat zijn we juist op adres. Kom, we gaan naar binnen. Mijn deur zit gelukkig op slot. Klop. Ding dong, doe het open. Nu de deur open doen. Ik heb het boek toch niet meer. Hallo? Kom maar binnen hoor. We moeten dat zo hier laten. Oké, hé. Jij hebt het boek. Welk boek? Waar heb je het over? Ik heb helemaal niks vast hier. Ik heb niks in huis. Ja, de ene rode boek wat tonnen waard is. Tonnenwaard, dus ik heb geen rood boek. Ik weet niet waar jullie het over hebben. Tuurlijk wel, we zijn niet dom. Nou, voel jij maar mee. Ik heb toch niks? Wat doen jullie hier bij mijn huis? Moet ik de politie bellen? Tegen de muur staan, oké? Okay, hier, ik ben al tegen de muur aan. Ik heb niks, oké? Okay. Even voelen hoor. Ja, het lijkt erop alsof hij inderdaad niks heeft, jongens. Ik zei het toch, Ik voel een potentje in broekzak, maar dat is het. Hé, als jullie nog één keer naar mijn huis komen, ben ik de politie, hè? Nou, ik vertrouw er dus echt helemaal niks van. Kom mee. Ik zet je in de bus. Nee, niks te wachten. Kom mee. Deze bussen, oké? Maar ik ben onschuldig, ik vertrouw er echt helemaal niks van. Geen ene centimeter, oké? Goed zo. Geheime agenten, want ik ontvoer door ze. Kom jongens, rijden. We gaan ergens heel ver weg heen. Ja. Ik voel denk ik flauw. Geef hem die spuitbaar. En hoppa, hij zit erin. Wat was dat? Waar ben ik? Nu jongens, kan hij niet meer liegen. Allemaal van die tafel. Oké, opstaan. Ja, opstaan. Goed zo. Volg ons. Ik stop. Niet wegrennen, oké? Vanaf nu moet je naar ons luisteren. Geen discussies mogelijk. Volg mij. Ik luister. Schiet me alsjeblieft niet meer. Doe me niks. Ik zit hier. Jij gaat in deze stoel zitten, oké? Goed zo. Nu ga jij ons vertellen waar dat rode boek is. Ja. Wie waren jullie ook alweer? Jij gaat niks aan ons vragen, oké? Ik wil alleen maar antwoorden horen. Het boek inderdaad. Waar is die? Ik weet niet wat het boek is. Ik ben hem kwijtgeraakt, oké? Waar is dat boek? Dat wapen op mijn mik, alsjeblieft. Waar is dat boek? Vertel. Ik vraag het niet nog een keer, oké? Okay? In de bibliotheek, meneer de geheime agent. In de bibliotheek zijn miljoenen boeken. Daar heb ik helemaal niks aan in dat antwoord. Nee. Oké, luister, ik kan de waarheid vertellen, maar alsjeblieft doe me niks, oké? Oké. Vertel. Mijn lievelingssnoep is citroenensnoep. Jij gaat vanaf nu de waarheid spreken, oké? Oké, doe dat wapen weg, dan vertel ik de waarheid. Oké. Ik was rustig, sportvideo's aan het kijken op de televisie, oké? Ja, interesseert me niks. Ik wou trainen en er kwam een oude meneer met een soortgelijk pak. Oké. Bij mij aan de deur. Sorry, ik stond er een beetje, ik ben helemaal in paniek, oké? En die oude meneer die bood 100.000 Robux in een geldtas als ik een boek uit de bibliotheek ging halen. Hij was hem alleen kwijtgeraakt en het was een groot boek. Het rode boek heb ik daar gevonden. Ja? Toen ik werd lastiggevallen door een nerd bibliotheekmedewerker, maar ik had het rode boek gevonden daar. Oké. En die
ben ik kwijtgeraakt toen ik jullie aan het afschudden was. De beloop is... kwijtgeraakt? Daar geloof ik helemaal niks van. Ik ook niet. Oh, nee. Luister, je hebt net een kogel in mijn voet geschoten wat heel erg veel pijn doet. En als je niet uitkijkt, schiet ik hem ook nog in je andere voet. Nee, maar ik kan niet tegen elektriciteit, oké? Dan doe ik een hele rare beweging met mijn lichaam. Ja, dat ding, ja, wat jij daar vast hebt. Alsjeblieft die niet op mijn mikken, oké? Ik weet verder niks van het boek. Ik heb het boek niet gezien, meneer. Dan ga je wel geven, oké? Dat is een pijn! Alsjeblieft niet nog een keer die taser. Alsjeblieft. Auw! Oké, agenten, bestemming bereikt. Ja. Bij het geheime basis. Hier is het, wakker worden, we zijn er! Moet dat gebonkt worden de hele tijd? Oh, mijn voet. Neem me mee, oké? Ja. Neem me mee in de binnen. Kom maar mee naar binnen, jij. Wacht, mijn voet. Je hebt een kogel in mijn voet geschoten, oké? Sneller. We hebben niet de hele dag de tijd. Ik kom eraan. Nee. Kom, sneller. Wacht eens even. Hierheen. Wat is dit? Agency? Wat is de agency? Zijn jullie dat? Dat zijn wij. Oké, ik kom eraan. Au, mijn voet. Wat willen jullie van me? Laat me nou eens gewoon gaan, oké? Ik heb dat stomme boek niet. Ja, ik geloof er nog steeds helemaal niks van. Jij gaat nu vertellen waar dat boek is, oké? Maar ik weet niet waar dat boek is. En of anders gaat jij eraan. Anders gaat je moeder eraan. Anders gaat je opa eraan. Zoe, Sam, Tommy. Ik ken iedereen, oké? Ja. Zoe, Sam, Tommy? Inderdaad. En Anna. Al je smerige vrienden. En je hebt 24 uur de tijd om dat boek te hebben. Wij zijn geheime agenten, oké? We weten alles. Wacht, jullie weten wie mijn familie is, mijn vrienden en alles? Nee, natuurlijk. En ik heb 24 uur de tijd om waar het boek heen te brengen? Naar Brooks Dinner Restaurant. Ja. Vijf uur stipt, oké? Morgen. Voor morgen, ja. 5 uur. En anders vermoorden jullie Zoe, Anna, Tommy, Sam, al mijn vrienden en familie? Ja, zeker weten. Oké, ik beloof het. Ik breng het boek daar, oké? Maar doe ze niks, alsjeblieft. Ik smeek het jullie, alsjeblieft, oké? En hou ons op de hoogte, UB. Ja, voor 5 uur, Brooks Dinner Restaurant, het rode boek komt voor elkaar. Ja. Inderdaad, als je dat doet, dan vermoorden we niemand. Ik doe het, meneer de geheime agent, ik doe het. Ik ga er meteen vandoor. Au, mijn voet, au. Mijn vrienden, ze weten wie mijn vrienden zijn. Dat is foutenboel. Moet zo snel mogelijk dat boek vinden. Ik ben eindelijk bij de bibliotheek aangekomen, maar het is al een paar uur later. Door mijn voet kon ik niet zo hard lopen. Oh, ik ben er. Hé, ben jij weer? Hallo? Ah, gatsidari, het hele tapijt is vies door je voeten. Wat is er gebeurd, man? Ik ben in mijn voet geschoten, meneer. Met een kogel, oké? Door je voet geschoten? Wat heb je allemaal gedaan? Ik kan niet naar mijn huis lopen, oké? Ik hoop dat hier nog een rood boek ligt. Een rood boek? Er zijn niet zoveel rode boeken, dat weet je toch? Ja, dat weet ik nou wel, oké? Ik weet al welk boek ik zoek. Help me een handje, oké? Tel me op. Hier zo, geef me een setje. Kom op. Oké, nog een klein stukje. Het is veel te zwaar. Nog een klein stukje, kom op. Ik hou er niet meer. Oké, ik heb hem. Dat mag niet. Ik viel op de grond. Kon je me niet opvangen? Ja, nee, dat lekte mij niet. Kijk nou wat je hebt gedaan. Er is een heel bloedvlek op de tapijt. Het spijt me, oké, maar ik heb het rode boek. Dat alles op telt, oké? Het is op het rode boek. Ook mijn vrienden, die gaan eraan, oké? Oké, nou, op tijd inleveren, hè? Anders krijg je 10 cent boete. Hou je mond met je boete, oké? Ik ga al. Oké. Brooks Dinner, dat staat bijna. Kom op, Dennis, ik kan niet. Ik moet hierna zeker naar het ziekenhuis. Stomme geheime agenten. En die ene, die kon ik me vaag herinneren. Alleen ik weet niet meer van waar. Nou ja, laten we erheen gaan. Ik sta hier bij Brooks Dinner, maar ik heb snel wat van huis meegenomen. Namelijk een nepboek. Dit lijkt ook op een groot boek wat ik aan ze ga geven. Ik ga ze niet het echte boek geven, natuurlijk. Au, oké, hier naar binnen. Oh, jongens, ik ben echt benieuwd wanneer die zou komen. Ja, ik ook. Ik ben er! Oh, kijk, daar is hij, joh. Kijk, ik ben precies op tijd. Kan ik even zitten? Mijn voet. Ja, zit maar. Okay. Neem plaats. Jongens, ik heb het boek gevonden, oké? Het duurde even, maar hij lag gewoon in de bibliotheek. Oké, geef hem. Doe mijn vrienden niks, oké? Ik heb hier het boek Lekker voor op tafel, dat boek. Geef hem. Hier, alsjeblieft, dat is het boek. Dank u wel. Dat is het goede, toch? Kan ik nu gaan? Even kijken, hoor. Ja, volgens mij is het inderdaad het goede, jongens. Okay, perfect, laat mijn vrienden met rust, oké? Fijne dag, jongens. Fijne dag. We laten hem met rust. Ik zal erachter komen dat ik het rode boek heb. Dan heb ik een groot probleem. Kijk, ik heb dit rode boek namelijk hier, man. Ik zie er wat. Hij heeft een rood boek in zijn hand, jongens. Deze kant op naar de metro. Instappen in de metro. We gaan vertrekken. Kom op, deze kant op. Oké, en snel. Metro, vertrek. En we gaan naar een andere stad. We zijn ook kwijt. Als je meer avonturen wilt zien van ons, kijk dan op een van de video's op het scherm. En als je hebt genoten, klik dan op de abonneerknop. Doei!